We maken vandaag een romige pasta met avocado en daarbij een frisse tomatensalade. Daar heb je voor nodig: volkoren rigatoni, eetrijpe avocado's, parmezaanse kaas, een teentje knoflook, gerookte spekblokjes, snoeptomatenmix, rucola en balsamico azijn. Ja, je hoort het goed, een pasta met avocado saus. En dat is echt heel lekker. Helemaal als je er gebakken spekblokjes bij doet en een lekkere frisse salade bij maakt. Het wordt een feestje. Laten we maar gauw de pan met water opzetten. Zoals je weet doe ik dat altijd het liefst als eerste. Een ruime pan, zodat die pasta lekker kan zwemmen. En dan zorg je namelijk ook dat die pasta niet aan elkaar gaat plakken. Dus wees niet te zuinig met de pan die je gebruikt. Dan gooien we die op het vuur. En dan laten we die lekker koken. Dan heb ik hier nog een pan. En ook die ga ik vast voorverwarmen. Want ik ga vandaag spekblokjes bakken. Die ga ik bakken in een droge pan. Ik heb hier een hapjespan, maar dat kun je ook gewoon in een koekenpan doen. Gerookte spekblokjes zijn het. Alles mag erin. Dat is ook wel eens een keer leuk. Meestal bewaar je er eentje. En nu vandaag gaan we ze lekker alle twee gebruiken. En die spekblokjes, daar zit natuurlijk vet genoeg aan. Dus die hoef je niet in de olie te bakken. Dan kunnen ze in de grote gele pan. En dan laat je die rustig een beetje knapperig worden. Wat ik vast klaarleg is een bord met wat keukenpapier, zodat als ze klaar zijn, ze ik daarop kan laten uitlekken. En bij spek is het vaak zo dat je de neiging hebt om meteen enorm te gaan roeren. Maar wat ik zelf vaak even doe, is ze gewoon even rustig laten liggen. Laat dat spek gewoon een beetje loskomen van die pan. Dat vet dat gaat smelten. En als je ziet dat die echt langzaam een beetje gaat bubbelen, dan pas ga je voor de eerste keer roeren. Dus wees niet te fanatiek, maar doe het lekker rustig. Dan krijg je een lekker krokant spekblokje wat nog sappig is van binnen. Kijk, je ziet het nu, begint hij hier mooi te bubbelen. Hij komt nu ook makkelijker wat los van de pan. Nou, op middelhoog vuur laat ik deze rustig krokant bakken. Ga ik verder met de salade. Ik heb hier vandaag een saladeschaal. En die saladeschaal die ga ik insmeren met een teentje knoflook. Misschien ken je deze techniek wel van de kaasfondue. Wat leuk is om te doen, als je niet een te scherpe knoflooksmaak in je salade wil, is dat je de saladeschaal insmeert met de knoflook. Dan krijg je een subtiele knoflooksmaak. En dat geeft toch net even net een lekker smaakje aan je salade. Ik bewaar die knoflookteen om straks de avocadosaus mee te maken. De saladeschaal mag je even aan de kant zetten. Dan heb ik hier een heleboel tomaatjes. Die spoel ik even af onder de kraan. Dus een snoeptomatenmix, allemaal kleuren tomaatjes door elkaar. En de tomaatjes halveer ik. Gaan we gewoon met een klein mesje even snijden. En je kunt ze meteen in de saladeschaal doen. Want wat zo lekker is, als je dan zo meteen die tomaatjes een beetje door je saladeschaal heen roert, dan gaat die smaak van die knoflook ook een beetje in die tomaat zitten. Hou natuurlijk ondertussen wel je spekjes in de gaten. Nou, die beginnen al mooi knapperig te worden. En wees niet bang voor de aanbaksels onderin de pan. Want die gaan straks een hele lekkere smaak aan je pasta gerecht geven. Dit is dan zo'n moment dat wij best kunnen kletsen. Ja, vertel. Is het niet leuk om een soort je moet kiezen dingetje te doen? Zoals? Nou, snoeptomaatjes of grote tros tomaten. Oh, snoeptomaatjes, by far. Ja, omdat ze zoeter zijn. Alle kleine dingen zijn altijd zoeter. Oké. Wist je dat? Oké.
Nee, er zit natuurlijk gewoon meer smaak aan een snoeptomaatje. Dus het is gewoon geconcentreerder. Ja. Ja. Oké, okay, we maken vandaag een pasta, als je moet kiezen. Pasta of lasagne? Pasta. Dat is ook helemaal niet zo moeilijk. Ja, dat zijn niet moeilijk. Oké, okay, dit is misschien wel een moeilijke keuze dan. Nederland of Italië? Weet je, als je een dubbele nationaliteit hebt, dan is het eigenlijk zo dat je van allebei de nationaliteiten de leuke kanten pikt. Ja. Dus ik ben blij dat ik de Nederlandse nuchterheid heb. En dat ik in een land woon waar alles goed geregeld is. En tegelijkertijd kan ik ook enorm genieten van dat Italiaanse temperament. Dat heb ik ook heus wel een klein beetje. Het eten is daar lekker. Het weer is daar lekker. Dus daar naartoe gaan en mijn familie bezoeken of op vakantie gaan is geweldig. Maar ik ben ook altijd wel weer blij als ik weer gewoon in Nederland ben, waar het allemaal net even wat makkelijker is voor iedereen. Dus ik kan niet kiezen. Sorry. Ik kan ook niet. Oké. Hoe gaat het bij de spekjes? Nou, die zijn er bijna. Mag nog eventjes een klein beetje doorbakken. Ik zei het net al, als je nu de tomaten omschept, dan gaat een beetje van die knoflooksmaak dus in die tomaten zitten. Als je zelf wel eens kaasfondue hebt gemaakt, dan herken je wat ik ermee bedoel. In de kaasfondue heb je ook altijd zo'n milde, subtiele knoflooksmaak. En dat is een beetje hetzelfde idee met deze salade. Ik ga verder wat rucola toevoegen. Rucola heeft natuurlijk een lekkere, nootachtige, pittige smaak. En dan hussel ik hem een klein beetje om. Maar ik ga er nog geen dressing overheen doen. Omdat ik dat pas aan het einde wil doen. Omdat je anders natuurlijk een slappe salade krijgt. Dus ik schep alleen die tomaatjes een beetje om met de rucola. En dan gaat er straks olijfolie en balsamico overheen. Een hele basic, simpele dressing. Deze zet ik even aan de kant. Daar gaan we straks pas weer mee verder. De spekjes, die zijn denk ik inmiddels wel gebakken. Dus die haal ik uit de pan, gewoon met een schuimspaan. En dan zet ik even het vuur uit onder de grote pan. Strakjes ga ik daar de saus en de pasta weer in verwarmen. Dus je mag best een beetje van dat spekvet achterlaten. Dat is namelijk heel lekker smaakvol. Goed. Deze zijn ook strakjes weer nodig. Het water voor de pasta kookt. Dus daar ga ik nu wat zout aan toevoegen. Dan heb ik volkoren rigatoni. Het is natuurlijk een buisje, lijkt een beetje op penne, maar dan zijn ze wat rechthoekiger. Zag je het gebeuren? Bijna, ja. Bijna de verkeerde pan. In het kokende water. Ik ga niet alles gebruiken. Ja, hangt een beetje vanaf hoe groot je eters zijn. Ik doe thuis tussen de 75 en de 100 gram per persoon. Maar als je echt grote eters hebt, dan kan je soms wel ietsjes meer doen. Hè? Deze hebben wel even wat langer nodig. Volkoren pasta moet altijd ietsjes langer koken. Dus ik breng het weer even aan de kook. En vergeet dan niet eventjes te roeren door de pasta. Want door het roeren zorg je dat het niet aan elkaar vastplakt. Nou, dan gaan we verder met de avocadosaus. Daar zijn we dan nu. Het moment waar we op gewacht hebben. Ik heb hier twee avocado's en een stuk parmezaanse kaas. Dan begin ik even met het raspen van de parmezaanse kaas op de grove blokrasp. Ongeveer 50 gram nodig voor die avocadosaus. En wat wel handig is, is om je blokrasp op de zijkant te leggen. Dan heb je eigenlijk een soort opvangbakje meteen. En dan kun je hem heel makkelijk naar de hoge maatbeker transporteren. Want zometeen gaan we in die hoge maatbeker een gladde avocadosaus maken met de staafmixer. Als het pastawater kookt, mag je het wat zachter zetten. Je kan ook altijd de deksel even schuin op de pan zetten.
Je kan hem nooit helemaal opraspen. Hè? Vervelend. Doe de parmezaan in de maatbeker. Dank je. Zo. Dit gaan we er ook nog even in doen, hoor. Deze hebben we straks nog nodig om lekker over de pasta heen te raspen. Dan heb ik hier natuurlijk nog de twee knoflook de helften. Die gaan er ook in. Het schilletje er even af. En ik ga even door de pasta roeren, zodat hij niet gaat plakken. Zo. Dan de twee avocado's. Die halveer ik. En dan haal ik de pit eruit en dan lepel ik het vruchtvlees eruit. En dat gaat bij de parmezaanse kaas. Avocado's zijn natuurlijk in de afgelopen jaren mega populair geworden. Het is geen groente, maar fruitsoort. En het is zelfs de fruitsoort met verreweg de meeste vezels. Dus het is echt goed voor je. Daarbij zit die boordevol goede vetten. Dus het is er eentje om lekker van te genieten. Hij heeft natuurlijk een hele romige smaak. Hij wordt soms ook wel eens de boterpeer genoemd. En je kunt hem natuurlijk op allerlei manieren gebruiken. In salades, in smoothies, in pasta's. Er is zelfs avocado art. Er zijn mensen die hele restaurants om een avocado heen bouwen. Dus het is echt een van de dingen die in de laatste jaren enorm gegroeid is in populariteit. Maar het bestaat echt al heel erg lang. De meeste avocado's komen uit Midden-Amerika. Daar komen ze ook oorspronkelijk vandaan. Maar de avocado's die wij eten komen voornamelijk uit Chili en Peru, was dat geloof ik. Heb ik mij laten vertellen. Even mijn handen afspoelen. Dan heb ik 100 milliliter water nodig van de pasta. Het kookvocht gaat er namelijk voor zorgen dat je een gebonden, romige saus krijgt. Moet je even een beetje op gevoel doen, hoor. Kijk maar even hoeveel je nodig hebt. Maar doe in ieder geval niet gewoon kraanwater. Dat pastawater dat is natuurlijk en al lekker gezouten. En er zit flink wat zetmeel in. Daardoor gaat de saus ook binden. En dan giet ik dus wat van het pastawater bij de avocado. En dan met de staafmixer pureer ik het tot een gladde, romige saus. Ik ga er nog een beetje water aan toevoegen om ietsjes vloeibaarder te maken. Dan breng ik deze ook nog even op smaak met een beetje peper. Oeh, daar gaat het. Zo. En zout hoeft niet meer, want er zit natuurlijk parmezaanse kaas in, wat een hoog zoutgehalte heeft. En parmezaanse kaas is natuurlijk echt super lekker. Het is gemaakt van koemelk. En wat wel leuk is om te weten is dat je 600 liter koemelk nodig hebt voor zo'n grote ronde parmezaanse kaas. Dat is nogal wat, vind ik. Ik kan dit echt zo opleveren. Ja, dat mij is de rest niet per se de bedoeling. Nou ja. Zo. Je hebt dus ook 16 liter koemelk nodig voor 1 kilo parmezaanse kaas. En die parmezaanse kaas, die liggen dan in van die grote hallen te rijpen. Dat ziet er echt geweldig uit. Echt 16 tot 32 maanden. En hoe langer die gerijpt heeft, hoe sterker van smaak die natuurlijk is.
Net zoals met gewone Hollandse kaas, zo werkt dat. Even kijken, we hebben deze klaarstaan. We hebben de spekjes klaarstaan, de salade, de Parmezaanse kaas. Dus nog even een keertje roeren door de pasta. Nou, terwijl die pasta nog eventjes doorkookt. Eventjes, hè. Ik heb dus twee kinderen. Die twee kinderen die zijn nu 2,5 en 10, maar die zijn natuurlijk ook klein geweest. En het is altijd even een dingetje om je kinderen te laten wennen aan eten. Je begint rond de 4 maanden. En avocado is nou typisch een van die dingen waar je mee kunt beginnen. Maar het is niet altijd even makkelijk. Kijk even mee, want er zijn echt wel wat manieren om ze aan het eten te krijgen. Wat eten we? Ja, die vraag stellen we onszelf elke dag opnieuw. Ook met een baby aan tafel kan iets lekkers verzinnen best een uitdaging zijn. Roos is voedingsdeskundige en moeder van twee kinderen. Hoe je baby's leert eten? Nou, daar weet zij wel raad mee. Elk kindje en elke situatie is natuurlijk anders. Maar ik heb wel een paar tips die je kunnen helpen om te starten met babyhapjes. In de winkel is al heel veel babyvoeding verkrijgbaar. Maar ik vind het heel erg leuk om zelf hapjes te maken en ik laat je zien hoe het moet. Vanaf 4 maanden mag je babytje de eerste hapjes gaan eten. En borst- of flesvoeding kun je dan aanvullen met de eerste groente- en fruithapjes. En je kindje kan zo echt al wennen aan de smaken van groente en fruit. Geschikte groentes om mee te beginnen zijn bijvoorbeeld zoete aardappel, pompoen of wortel, bloemkool, courgette en avocado of pastinaak. De avocado hoef je alleen maar te prakken, maar alle andere groentes moet je stomen of koken. Dan kun je ze daarna helemaal glad maken. Ik stoom zelf altijd het liefste, want dan behoud je de meeste vitamines in je product. Je kunt stomen met een stoommandje van staal of je kunt bijvoorbeeld een zeef gebruiken als je geen stoommandje hebt. Je moet de groenten schillen en in stukken snijden. En daarna kun je hem pureren. En ik kies voor de pastinaak, want die kun je echt super mooi glad pureren. En hij is heel erg lekker. Met mijn oudste dochter heb ik als allereerste hapje pastinaak gegeven. En nu is het nog altijd haar lievelingseten. Het is heel erg afhankelijk van de groente hoe lang je hem moet stomen. Maar het ligt er ook aan hoe groot je hem snijdt. En de meeste groenten hebben toch wel minstens 10 tot 15 minuten nodig. Als je je groente hebt gestoomd en gepureerd, dan kun je ze daarna bewaren in een ijsblokjesvorm. Zo'n hapje in de diepvries kun je een paar maanden bewaren. Het ontdooien van je hapje kun je dan in de magnetron of in de pan doen. Wel heel belangrijk altijd om even te checken of de temperatuur goed is. Als je babytje 6 maanden is, dan heeft hij echt groente- en fruithapjes nodig naast borst- of flesvoeding. Vanaf 6 maanden kun je ook kruiden of specerijen toe gaan voegen. Klinkt misschien niet heel logisch voor een babytje, maar dat gaat heel erg prima. Het is juist ook heel goed als hij al went aan veel verschillende soorten smaken. Begin wel altijd met milde specerijen en kruiden. Ik vind het echt super handig om met kruidenolieën te werken. Daar kun je eigenlijk van alles voor gebruiken. Rozemarijn, tijm of peterselie zijn allemaal mogelijke kruiden. De kruiden die kun je kneuzen en dan doe je ze in de olie, bijvoorbeeld in een wekpotje. De smaak trekt er dan helemaal in. Na een paar dagen zit de smaak echt in die olie. Vandaag maak ik een hapje voor een kindje vanaf 6 maanden met pastinaak. Weer de basis, net zoals het hapje van 4 maanden. Maar nu doe ik er tomaat en wortel bij en een klein beetje rozemarijnolie. Dan heb je meteen een super smaakvol hapje. Hey, daar ben ik weer, hè? Zo, nu mag jij eens gaan proeven. Kijk eens. Besef je dat je kindje niet in één keer een hapje waarschijnlijk lekker zal vinden. Hij moet echt oefenen met smaken. Dus hoe vaker hij iets proeft, hoe lekkerder hij het gaat vinden. Dus gewoon blijven oefenen en een leuke sfeer houden. Dat is een lekker smaakje. Ja, ik heb eigenlijk een heel groot hapje gemaakt. Hè? De pasta is klaar. Die ga ik afgieten. En dan gaat die terug in de pan van de spekjes. Dus ik zet daar weer even het vuur onderaan. En je mag een beetje van dat aanhangende vocht laten zitten. Zodat je echt zo meteen een romige saus krijgt. Die saus is natuurlijk nog steeds wel vrij dik. Het vuur hier kan uit. En roer dat spekvet maar lekker door die pasta heen hoor. Maakt het alleen maar extra lekker. Ik heb de avocadosaus. Ook deze voeg ik even toe. En lekker roeren, zodat die avocadosaus ook echt in die buisjes gaat zitten. Daar zijn ze immers voor. Ik doe een klein beetje van de spekjes erdoorheen. En ik ga ook een klein beetje eroverheen doen strakjes. Dat ziet er gewoon lekker uit. Dus ik hou ietsjes apart. Kijk eens even. Deze is klaar. Ik vind hem er heerlijk uitzien.
hadden we natuurlijk ook nog een salade. En die salade die breng ik nog op smaak. Met een beetje balsamico-azijn. Ongeveer een eetlepel. En ik heb hier lekker wat olijfolie. En dit doe ik dus echt op het laatste moment, zodat je geen papperige salade krijgt. Klein beetje zout en peper. Heel simpel. Heel basic. Maar altijd lekker. Dan hussel ik hem nog een klein beetje door. En ondertussen vertel ik jullie wat we morgen gaan maken. Want morgen gaan we een prijsschotel maken. Met lekkere zalm. En daar gaan we een zelfgemaakte grove mosterdsaus bij maken. Op basis van bechamel. Dus het wordt een hele lekkere romige saus. Een overschotel. Ook altijd leuk met gebakken aardappeltjes erbij. En die boodschapjes die kun je natuurlijk terugvinden op de site en op de app. Dus ga daar even naartoe en haal de boodschapjes in huis. En kook gezellig met me mee. Nou, volgens mij zijn we zover. Tomaatjes nog een beetje bovenop. Salade is klaar. Het vuur onder de pasta kan uit. Ik ga er een bordje bij pakken. Ik zie nog even je zwierige jurk. Een rok. Ja. Mooi, hè? Prachtig, hè? Ik dacht, avocado, daar kan wel een soort Mexicaanse rok bij. Dat was het plan. Kijk, een beetje van die romige pasta op het bord. Heb ik nog wat spekjes over? Ik zou er nog wat Parmezaanse kaas overheen doen. En wat ik zelf echt wel leuk vind, is altijd een klein beetje verse groene kruiden toevoegen. Voor de kleur. Nemen we die nog mee. Kijk eens eventjes. Een bordje. Volkorenpasta met romige avocadosaus. Knapperige gebakken spekjes en een frisse tomatensalade met een subtiele knoflooksmaak. Ik zou zeggen, eet smakelijk!